Hoi allemaal, ik ben hier vandaag met jullie voor een hele leuke speciale video. Ik ga er niet te veel over zeggen, blijft het een beetje spannend. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, te abonneren beneden. En als je mijn docent bent, geef me alsjeblieft een goed cijfer. Want dit is namelijk een project voor school. En soms zijn schoolprojecten wel zo leuk om ook op YouTube te delen. Ik ga jullie vandaag meenemen naar de NOS. Eerst even bellen. Hey Roel. Hey Lois, hoe is die? Hey, ja, met mij goed. Ja, ik had dus een vraagje. Wacht, waar is Ivo? Hey jongens! Hey, Ivo! Mijn vraag was dus, zou ik vandaag kunnen langskomen om mijn kijkers te laten zien wat jullie doen met Mashup? Ja, natuurlijk Lois! Oké, top! Als hij nou perfect voor me is? Nou jongens, dit is de NOS. Maar, Ivo? Ja, laat mij maar. Eigenlijk kent iedereen wel de NOS. We brengen nieuws 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar. Natuurlijk op radio en tv, maar ook op de site en op alle sociale media. Vooral daar bereiken we jongeren. Denk aan Facebook en Twitter, maar we maken ook NOS Kort op Instagram, de Snaplines op Snapchat en sinds kort ook nieuws voor jongeren op YouTube. Nou, daar zijn we dan. Bijna. Hallo, welkom bij de NOS. Dit zijn Roel en Ivo. Dit is de redactie. In de NOS werken ze voor verschillende programma's zoals het Jeugdjournaal en Studio Sport. Dit vindt plaats op de redactie. Een plek waar werknemers veel tijd steken in het verwerken van nieuws. In de redactie heb je verschillende eilanden zoals het Edit-eiland, Productie-eiland en het Research-eiland. Dit is de radio. Iedereen kent de radio wel. Hier wordt gewerkt aan de afspeellijst voor de dag en ook het nieuws dat via de radio wordt uitgezonden. En je plasje ligt nooit. Oh. McDonald's of Burger King? McDonald's. Koffie of thee? Thee. Koffie. Weet hoe de wereld vergaat of wanneer? Wanneer. Hoe? Ja? Omdat ik recalcitrant ben. Ja. TV of YouTube? YouTube! Wat is Mashup? Bij Mashup nemen we het nieuws door van de afgelopen week met een YouTuber. Die staat dan lekker tussen ons in. Hey guys, tijd voor een nieuwe Mashup. We gaan je bijpraten over het nieuws en dat doen we met Nick. Dan hebben we het over dingen die jij echt moet weten. We praten hierbij met onze eigen animaties. Verkeersongelukken met jongeren. 1 op de 5 keer als ze iets met hun telefoon aan doen zijn. Voor wie maken jullie dit? We maken dit voor jou. We maken het voor mensen officieel tussen de 12 en de 18. Dat is de beoogde doelgroep. Waarom is het zo belangrijk om de jongeren meer te betrekken in het nieuws? Omdat het een nieuwe generatie is. Kijk, de nieuwe generatie is hartstikke belangrijk. Die jongeren kijken lang niet altijd naar het 8-uur-journaal of lezen de krant. Dus... Ik ook niet trouwens. Nee, ik ook al niet meer. Dan zijn we er op de plekken waar jij ook bent. Dat is mooi. Mooi. Mooi gezegd. Dank je. Hij is goed, hè, die Ivo. Hoe hebben jullie dit project opgestart? Met mijn blote handen. Ja, bouwen. Ja, met bouwen. Wij hebben samengezeten met een hoop YouTubers, waaronder Lois Peperkamp. Heeft die iets te maken met deze video? Ja, volgens mij wel. Dacht dat ook. En dat was heel interessant om eens te horen van welke onderwerpen werken nou wel of niet. Ja, en hoe? Weet je, wat voor vorm moeten we doen? En toen hebben we samen een soort format bedacht, om er even een echte tv-term doorheen te gooien. Nou, dat zijn we gaan doen. Mashup nodigt elke week een andere YouTuber uit. Dit keer is Nick te gast. Je kan Nick onder andere kennen van de film Renesse, de serie Brugklas en zijn eigen YouTube-kanaal genaamd Nick Rozen. Het is wel mijn interview. Zo. Is dit allemaal goed? Nee. Wat vind je van het concept van Mashup? Nou, het is natuurlijk een initiatief vanuit NOS. Het feit dat zij op een leuke manier nieuws willen vertellen aan kinderen, vind ik ontzettend goed. En ook dat je twee leuke gasten hebt die dat lekker spontaan uit hun mouw schudden. Dat vind ik een heel goed concept. Wat vind je ervan dat jongeren meer betrokken moeten worden in het nieuws? Is dat zo? Moeten jongeren meer betrokken worden in het nieuws? Ik merk wel dat toen ik 16 was, ik ben nu 19, dat ik dan minder het journaal keek dan nu. Ik ben nu steeds meer aan het interesseren in wat er in de wereld gebeurt. Maar als je die leeftijd hebt, dan ben je meer bezig met je toets voor morgen en met je eigen puberale problemen dan een aanslag in Istanbul. Ja, het klinkt heel naar, maar dat is wel zo op die leeftijd. Hoe proberen jullie alledaags nieuws aantrekkelijk te maken voor het jongere publiek? Gifjes, muziekjes, een rode knop waar je op mag drukken als je het saai vindt. Ga kijken. Oeps. If you think I'm a pussy, I'm a punk, I am the baddest man, fucking me. Oh,
een persconferentie tussen twee fighters die geen respect voor elkaar hebben. Dat hebben we gezien, letterlijk. Het is heel moeilijk, laten we dat voorop stellen. Het is gewoon echt lastig. Weet je, als je iets interessant vindt, dan is het nooit erg om er 5 minuten naar te kijken. Maar heel veel dingen in het nieuws vinden mensen van 15 niet per se super interessant. Nee, dan moeten wij dus uitleggen waarom het zo boeiend is. Waarom je dat moet weten. En dat is een hele opgave. Je probeert het kleiner te maken, als in begrijpelijker. Dus dichter naar iemand toe. En niet te lang, is ook belangrijk. Antwoord is nu klaar. Oh, moet ik toch? Niet te lang. Geen leuk grapje. Ja, dat vind ik wel een leuk grapje. Ja. Hoe verloopt het proces van het maken van een mashup video? Chaotisch, ja. Toch? Maar we beginnen op maandag. Dan gaan we samen zitten, gaan we onderwerpen uitzoeken van de afgelopen week. En dan gaan we kijken, nou, welke doen we wel, welke doen we niet. Dan gaan we dat lang uitleggen, neem het even kort mee. En dan gaan we dat op dinsdag opnemen en op woensdag monteren. En dan komt hij online. Ja, ik kan er niks aan toevoegen. Nee. Hoe houden jullie het actueel? Kijk gewoon naar het nieuws van de afgelopen week en vooral de afgelopen dagen op maandag dus. En dan pakken we daar de belangrijkste dingen uit. Maar het is wel lastig, want je moet heel veel monteren. Dus je bent nooit zo actueel als ik eigenlijk als journalist zou willen zijn. Hoe lang is het kanaal bezig? Ja, we zijn een paar maanden bezig nu en we mogen nog door tot juni om te kijken. En dan weten we, dan moet ik kijken of het leuk is of het nog goed gaat. Hoe lang is het idee om de NOS te combineren met YouTube al? Die wens, dat willen we al een paar jaar. En er zijn al de NOS, NOS op 3 en Jeugdjournaal hebben al gewoon YouTube kanalen. Ja, maar niet voor die specifieke doelgroep. Nee. Vat in één zin samen waarom het voor jongeren belangrijk is om dit soort nieuwsitems te kijken. Zullen we doen dat jij dan aan de zin begint en ik dan een volgende paar woorden doe en jij weer... Want het mag maar één zin zijn. Begin jij maar. Het is heel erg belangrijk om als jongeren... Ja, dat is lekker makkelijk van niveau dit. Ja, om te weten wat er gebeurt, toch? Dat zat ik te denken. Het is gewoon belangrijk om te weten wat voor shit er allemaal gebeurt in de wereld. Want voor het weten heb je er zelf mee te maken. Voor het weten gaat het in je achtertuin en dan ben je blij dat er iemand is die zich daar druk om maakt. Het is belangrijk om nieuws te kijken, want ja... Voor je het weet gebeurt er iets in je achtertuin. En dan ben je blij dat wij er zijn. Ik vond de vorige beter, denk ik. Oh, moeten we doei zeggen? Doei! Oh, doei. Leuk dat jullie keken. En vergeet niet te abonneren. Ja, en liken. Of is dat niet bij jou? Geef haar een goed cijfer. Duimpje omhoog, meester. Duimpje omhoog. Meester, docent. Oh, is het een vrouw? Duimpje omhoog, Monique, voor Lois. Bij 9 mag je met ons allebei op date. Oh, dat wordt echt een onvoldoende.